Nou, ik, ik, ik zie je zit heel erg hoog in je energie. Je, je doet echt veel met je. Wat maakt je zo verslag? Waarom ben je zo naar de waar? Dat de hele situatie. De lockdown en wat je wel en niet moet geloven allemaal natuurlijk. En wat geloof je dan allemaal wel en niet? Nou ja, weet je wel, anderhalve meter, mondkapjesplicht. Uh... Aerosolen, dat soort dingen. Weet je. Ik oh. weet gewoon van gekkigheid niet meer wat ik moet geloven. Ja, 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 ja. Maar je... die maatregelen en zo. Ja, oké. Okay. Ik zou je wel een beetje willen waarschuwen om te veel die hoek in te gaan van, van die conspiratie. Van, van de alternatieve feiten. Want die... ja, dat, uh, dat was ik niet van dat plan. Dat zou ik niet doen. Hè? Ik zou je vertrouwen zeggen. Ja? Ik heb die cliënten gehad. En die zijn wel die hoek opgegaan. Okay. En die hebben wel gekozen om wat helemaal te gaan geloven. En die zijn daar vrij groot in geworden ook. Sorry? Die, zijn vrij, die zijn daar vrij groot in geworden in die wereld. Jongens zoals jij. Die hier gewoon een klein beetje in de war binnenkwamen, maar tot compleet doorgeschoten zijn, omdat ze helemaal in die conspiracy gegaan zijn. Conspiracy. Dat is een hele gevaarlijke hoek. Ga daar alsjeblieft niet in. Voor het sta jij daar op Malieveld sta je te protesteren met een stel, uh, stel andere konuiten die allemaal geloven in dat corona niet bestaat. Lopelijk elkaar te omhelzen, want die anderhalf meter bestaat niet in jullie wereld. En omdat je zo'n leuke babbel hebt, word je gevraagd het woord te voeren. Hoe je gevraagd in zo'n YouTube filmpje om een keer je mening te geven. En dat doe je leuk. dat kan je goed. En je ziet er leuk uit. En je spreekt een bepaalde doelgroep aan. En je wordt populair. En je besluit, wacht eens even, Ik ga niet meer te gasten in die YouTube filmpjes. Ik ga een eigen kanaal beginnen. Voor je het weet, heb je 10, 20.000 volgers. En doe je het in het Engels, dan ben je gelijk internationaal in grootheid. Maar voordat je daarover na kan denken, zit je bij Jinek aan tafel. Je hebt er geen seconde voor geleerd. Je bent geen wetenschapper, je bent geen expert, maar meneer mag wel zijn mening komen geven. Dan gaan de adverteerders daar als, als aasgierigen, die springen daar bovenop en die gaan tegen elkaar opbieden. Dat zijn contracten, daar word je helemaal, helemaal horend dol van. En wat doe je met al die aandacht? Wat doe je met al dat geld? Blijf je in je leven zitten waar je nu in zit? Hè? Blijf je bij je Albertijnbaantje wat je nu doet, wat je op zich prima vindt? Natuurlijk ga je dat niet doen. Je gaat er niet blijven vakken vullen als je iets totaal kan doen tot, waar de sky the limit is. Ik ga er ook niet, als ik het geld krijg, ook niet door met het baantje wat ik nu aan het doen ben. Beetje naar doelvoeters luisteren wat, die, die zo, zo zielig zijn want mama niet van ze houdt. Eén van die jongens die heeft een tweede huis gekocht. Meneer Bitsa die organiseert daar nu allemaal van die parties met allemaal van die, van die, van die, van die, die jonge meisjes. Die tieten die springen uit die t-shirts. Van die schijnparties houden ze daar. Die tepels, die, 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 dat relief. Dat, dat zie je, daar word je geld van daar word je helemaal niet goed van, dat is helemaal niet gezond voor die jongen. Hij kwam hier vroeger met problemen met zijn moeder, nou zijn moeder ziet hij nooit meer. heeft hij compleet scheid. dan loopt de hele dag gewoon lekker een beetje daar, zich helemaal uit te leven in die schuimparties. en geen seconde hebben ze ervoor overwerken. dus alleen maar neuken, 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 neuken. en kijk mij eens met mijn mening. alleen maar ja knikkers, kom dan hier met je aerosolen. dan wordt alleen maar vanuit de onderbuik wordt daar wordt daar gedacht. niks geen ratio. alleen maar genieten. Gadverdamme, verdomme kotstroop. Volgende week. Zelfde tijd.